Ronald Barto van Urban Distortion. Ronald, Schiedamse band. Wat is dat voor band? Ja, een lekkere rockband. Eigen nummers. Een beetje jaren 60, 70, 80 rock. Beetje stoner erbij, beetje randje metal af en toe. En allemaal eigen nummers. Ja. Wat kan je zeggen van de leden? Kan je ze even voorstellen? We hebben Mitchell van Krucht op drums, Renald de Groot op slaggitaar, Ad van der Maat op zang en Donny de Vries op bas. Onlangs een prijs gewonnen. Waar was dat en wat was dat voor prijs? Het was de Battle for Urpop. In Urmond, in Limburg. Dus een aardig eentje rijden. Ja. De prijs was dat we de opener zijn van het festival Urpop. Best wel een redelijk groot festival in de buurt daar. Ja. Grote geldprijs binnengesleept? Het blijft een hobby. Ja. Dan eventjes over de repetitieruimte. Dat is niet zomaar een ruimte. Waar zitten we nu? We zitten in de oude aula van de muziekschool. En we delen deze ruimte met de Rijnmond Band. En ja, we hebben best wel een lekkere ruimte om te repeteren. Zo. Nou is dat repeteren met bandjes altijd heel erg leuk. Iedereen toetert door elkaar. Hoe disciplinair zijn jullie? Ja, wel aardig gedisciplineerd. We repeteren gericht. Dus net zoals moeten we komende zaterdag spelen we in Dordrecht ook weer een band battle. Ja. Dus we gaan dadelijk eigenlijk de dingen repeteren die we zaterdag gaan doen. Ja. Wat zijn de pretenties, wat zijn de wensen van Urban Distortion om nog eens hoe ver te komen? Ja, ver komen in Nederland is lastig uiteraard. Lekker spelen, veel spelen, zoveel mogelijk spelen, ja. Mensen entertainen. Ja. Wat kan je zeggen van jullie eigen publiek, trouw publiek? Ja, we hebben best wel aardig wat vaste fans. We zijn dus ook van plan naar Urmond met Urpop en kijken of we een bus kunnen regelen met zoveel mogelijk mensen erin. Ja. Nou is muziekland in Nederland verdeeld in allerlei hokjes, maar met eigen nummers is het altijd lastig. Hoe zit het met jullie eigen nummers? Ja, we hebben een aantal nummers die best wel goed in het gehoor liggen, best wel populair klinken. En we hebben ook wat nummers die misschien niet iedereen zou aanspreken. Maar we hebben best wel een aantal nummers die goed ontvangen worden. Ja. Maar dan tenslotte de optreden zelf, Ronald. Eindigen die s'avonds om 4:00 in de shawarma-zaak en bier, wijn, wijp en gezang? Ja, dat vaak wel ja. En het eindigt meestal met wat alcohol en gezelligheid. Dus het ouderwetse rock'n'roll bestaat nog? Ja, best wel. Dit is een nieuwe. Hey y'all! Come around, stick in your head, my emotions fall.